Nou, goedemorgen jongens. Het is vandaag, welke dag is vannacht? Maandag. Het heeft kapot hard gesneeuwd. En zo ziet onze auto eruit. Er zit niks. Oké, onze planning voor vandaag. We hadden eigenlijk niet zoveel te doen, dus we dachten, we gaan gewoon even winkelen. Ja, wat denk je dan? We gaan even winkelen. Oh, dat is niet. Oh. Oh nee, er komt je auto binnen, Nes. Ik denk als ik ademhaal. Let it snow, let it snow. Ik heb wel echt een heel romantische sfeer, maar het is echt super koud. We gaan nu trouwens winkelen. We gaan naar het Alexandrium, want het is lekker overdekt. We gaan winkelen en ik moet nog een jas terugbrengen van de River Island. Ken jij dat als je gaat shoppen, dat je denkt van oh ja, het staat me echt leuk. En je gaat net de winkel uit, dat je denkt van wat de fuck heb ik net gekocht. Nou, het gaat dus met deze jas, ik ga hem terugbrengen. Oké, ik wil net stoer doen. Ik wil deze sneeuw hier weggaan als ik die raam naar beneden en kijk wat er is gebeurd. Alles is naar binnen geflikkerd. Verdomme Nes. Zo jongens, wij zijn aangekomen. En mijn droom is gewoon uitgekomen. Nes rijdt een keer langzaam. Ik word echt blij van de sneeuw, hè? Ik ben echt vandaag super vrolijk. En ik word vrolijk als jij vrolijk bent. Ja? Een keer geleden? Nee, 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 niet doen, niet doen. Niet doen, normaal. Doe normaal. Jongens, hij moet weer de raam open doen. Maar je mag hem niet helemaal open doen, anders komt hij naar binnen, oké? Nee, 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 doe normaal. Pak hem dan. Wacht, wacht, wacht. Ja, you must be smart. Smart. Hey, dit is mijn ontbijtje. Ik heb kippensoep, mijn brood en water. Oh nee, dit is van Nessie. Dus water. Oh nee, dit is jouw, hè? Fruitwater en ik heb normale water. Okay, wij zijn inmiddels richting Kralingen aan het rijden. Wij gaan er lekker bij curry's eten. We gaan Indiaans daar eten. En ik ben op zich niet heel erg geslaagd tijdens het shoppen. Ik heb maar 2 truitjes gehaald bij Zara. Nessie heeft zelfs meer geshopt dan mij, hè? Dan ik. Ik heb een broek gehaald, 2 truien en een shirt. En ik heb 2 truien gehaald, echt zonde. En ik heb mijn jas teruggebracht, dus daar ben ik wel blij mee. En nu zijn we richting Kralingen aan het gaan kijken hoe het eruit... Nessie is al zo'n 5 keer uitgegleden, maar ik heb het gevoel alsof hij het expres doet. Hij heeft... Jij vindt het gewoon leuk, hè? Om de sneeuw te rijden. Kijk, joh, sneaky ook gewoon lachen. Wat wil jij? Doe normaal, man. Nes is gewoon een sneeuwbal gevecht met zichzelf aan. Wat ben je aan het doen? Ik ga het niet doen. Oh. Kom. Voila. Mini sneeuwbal. Het is best wel leuk eigenlijk. Niet op mij gooien, nee. Nee, 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 nee. Okay, wij zijn nu bij curry's. Nessie is begonnen aan brood. Dat is die harde, hè? Dat is correct. Ja, dat is niet je naam brood. Oké, okay, dit is ons voorgerecht. Een lekker soepje. Met citroen erin. Is er citroen in? Volgens mij is het linzensoep, hoor. Oh, echt? Oh ja, het is linzensoep inderdaad. Als we dit gaan eten, zeg je altijd dat het Indisch is, maar dit is niet Indisch. Hallo? Dit is niet Indisch, dit is Indiaas. Ik ga niet weer deze discussie met je voeren. Maar Indiaans zijn toch van Amerika? Dat is toch die... Uit India, Indiaas. Niet Indiaans. Wat is dit dan? Ik wil niet meer met je praten. In ieder geval is het echt heel veel ja, kruid erin. Meer kruid dan onze linzensoep, maar het is echt lekker. Nou, echt lekker. Ja? Indische soep. Zeggen dat Indiaas niet bestaat, maar het staat hier toch echt? Het staat nergens. Indiaas brood. Maar ik zie het niet. Oké, hey guys, wij gaan nu de keuze maken naar welk land wij op vakantie gaan. We zeggen nog niet wanneer of waar naartoe. Elke kans staat voor een ander land. Ja. En we hebben nu daar een discussie over, dus ga jij het gooien? Oké, okay, dus okay. Je weet waar de paard voor staat. Ja. En je weet waar de munt voor staat. Ja. Oké, okay, go. Klaar voor? Ja. De paard. Nee. De paard. Voor welk land staat die, denk je, jongens? Zijn we het erover eens? Niet echt. Jij? Ja.
We hebben toch voor gekozen. Of kop of munt. Kop of munt. Ben jij het ermee eens? Ja, want het slaat nergens meer op. Je geeft gewoon een tweede kans. Nee, dit was het toch? Oh, dat was het. Dus we gaan daar naartoe. Ja. Waarom ben je niet blij? Ik vind alles goed. Ik ben gewoon weg. Vanille. Mm-hmm. Wel gaan de chicken. En mixed vegetables. Thank you. Voilà. En de rice. Thank you. Thank you. Nes, doe mij nou ook op de telefoon. Nes, we gaan nadoen hoe ik op de telefoon zit. Zeg maar schrijven. En dan gaat ze met dat duimpje doen. Ik ben altijd zo vrij, begon net op tijd. Dat is echt mijn tik, hè? Ook met je voet, je hebt ook een tik met je voet. Ik heb sowieso heel veel tics. Heel irritant. Je had het zo aan mij zo, met je voet zo aaien zo. Gadver. Weet je, in de nacht als ik slaap, doe ik het zo. Wat de fuck deed je vanochtend eigenlijk? Wat deed ik dan? Jij deed je hand in mijn onderbroek bij mijn kont. Dat is even normaal. Ik voelde gewoon je hand op mijn bil, zo vast dat we zo. Terwijl ik aan het slapen was. Ik dacht, wat de fuck is mis met haar? Was je wel bewust wat je aan het doen was? Had ik echt mijn hand daarin gedaan? In mijn onderbroek om mijn bil te passen. Ik zo slapen zo. Misschien was het lekker warm daar. Blijkbaar. Maar Nes, doe één keer zo je hand zo. Ik wist, je slaapt meestal zo. Dus als ik slaap hiernaast. Oh. Dan pak ik zo zijn hand vast, zo, weet je wel. Ik ging de deal sluiten, maar dat had je niet gevoeld. Jawel, maar laatst was ik dus bij Saranda aan het slapen. En zei niet haar hand ook zo. Ik ging automatisch haar hand zo vastpakken, toch? En toen besefte ik me, oh, dit is geen Nessie. Ik liep meteen los. En Saranda, als je dit kijkt, sorry mama. Ze heeft het niet eens gemerkt. Ze was echt aan het snurken gewoon. Dit is onze toetje. Wat is het? Lekker. Geen idee. Nou guys, het is inmiddels de snelweg. Ik ben weer thuis en ik heb de douche aangedaan. Ik ga zo lekker douchen. Lekker een warme douche nemen. En even mijn lelijke nepbumpers eraf halen. Eerlijk, het waren echt de lelijkste nepbumpers ooit. Auw, ik kan ze niet makkelijk afhalen. In ieder geval, ik ben de laatste tijd dus nepbumpers aan het testen. Van AliExpress. Kijk, deze ziet er zo uit. Ik weet niet of je het goed ziet. Maar deze waren echt de lelijkste tot nu toe. Ik wil gewoon even kijken welke nepbumpers het beste bij mij passen. Dus ik had er toen een stuk of 20 besteld bij AliExpress. Ik ben ze allemaal aan het uittesten. Er zitten echt heel mooi tussen. Maar ik vond deze echt super lelijk. Die gooi ik ook gelijk weg. Ik ga nu lekker douchen, jongens. En dan denk ik hier bij mijn vlog gewoon gelijk afsluiten. Want ik ga verder niks meer doen. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. En ik zie jullie graag weer.